Ik ben klaar mee. Pas op. Melanie, redden. Oh, ik ben helemaal kapot. Ja, we hebben hem. Ja. Nee. Ik, jij, samen, zij aan zij. Los van de grond, het bewustzijn voorbij. Ik, jij, samen, zij aan zij. Hoi, wat leuk dat je kijkt naar de Summer Break. Dit zag je vorige week. Het stinkt letterlijk echt naar scheid. Alles kwam letterlijk mijn mond en die hele modder en al het. Enjoy, dit is de Ochtendmix Summer Break. Goedemorgen, we hebben nu net ontbijt gekregen. Oké, dus wij gaan nu eventjes lekker deze dingen klaarzetten op tafel. En dan gaan we echt lekker ontbijten. Dat wordt echt dik, heerlijk. Bradley, kijk eens wat ik heb voor jou. Heerlijk. Ah, dankjewel. Alsjeblieft. Croissantjes. Oh, er zitten bolletjes in. En verse jus. Verse jus. En koffie. Lekker jammetje. En kaas. En ham. En we hebben Thijs. Goedemorgen. Eet smakelijk. We zijn onderweg naar Oosmahorn, een klein dorpje in het noorden waar Landel Ezonstad ligt. Een perfecte locatie voor aflevering 4 en aflevering 5. Dit is het, jongens. Hoe cool is dit? Het is gewoon een huis. Voor Mel. Yes. Ik ga de kamer scannen. Oké, nou. Ik pak deze kamer hier. We zo. Hebben een bad. Echt? Ja. Hoi, Bek. Kom. Heel sick. Ja, maar het ziet er ook zo gek uit als je dan binnenkomt dat het echt zo'n support. Ja, klopt. Dat het echt een heel stadje is. Fucking sick. Kijk, holy shit. Wij hebben een bad. Nice. High five. Wat is hier? Een wc? Nee, een kast. Dat wil je niet. Nou, jullie hebben een beetje uitgepakt, spullen neergelegd. Zeker, ja. Jullie slapen niet meer per team, begrijp ik, hè? Ik slaap met Julia. Oké. Okay. Helemaal veranderd. Ik hoop dat in aflevering 4 de communicatie tussen jullie inmiddels goed is, want in de volgende opdracht gaan jullie teambeelden zonder te praten. De opdracht is heel erg simpel. Zorg voor jezelf en voor 3 special guests vanavond voor een lekkere barbecue. Beetje groenten, lekker drinken. Voor slechts 15 euro per team. Zonder euro. Dat jullie zo moeten weten wat het andere team gaat kopen. Weet je hoe weinig 15 euro is voor een barbecue? Oké. Okay. Yes, ik kijk ernaar uit. Wij kunnen dit. Veel succes. Oké. Ja, dankjewel. Kom mee. Dankjewel. Nou Bradley, we hebben dus 15 euro gekregen van Nana en hiervoor moeten we dus een barbecue gaan organiseren. Samen met Govert en Julia, zonder dat ze weten, of zonder dat we weten wat we van elkaar gaan kopen. Ja. Oké, wat hebben we nodig voor een barbecue? Jij bent vegetariër. Ja, ik ben vegetariër. Sowieso iets met vega. Sowieso, ja. Dan, of gaan zij dat al voor ons, of neem... Ik denk dat ze ons de taak geven. Ik denk inderdaad, ja. Dus okay. Wij doen het vlees dan, denk ik, toch? Dat ja, logisch. Inderdaad, vlees en die veggie shit. Ik denk dat we gewoon een beetje de basic moeten halen. Ik denk het ook. En ik had zelf het idee om zoveel mogelijk de goedkoopste dingen te halen. Ja. Zodat je zoveel mogelijk verschillende producten kan halen. Hoe meer, hoe beter. Ja, precies. Dat is waar. Inderdaad, gewoon stokbrood en sausjes. Ja, oké, wij doen het vlees dan. Ja, en gewoon vlees drankjes. En vegetarisch vlees. Ja, en drankjes. En drankjes. Ik denk dat ook. Ja, ja, houd het daarbij. Oké, doen we. Top. We zijn onderweg naar de supermarkt. Naar de Coop gaan we dan. En houden we nog steeds aan ons eerste gedachte wat we gingen halen? Ja, okay. Ik denk het wel. Ik denk dat het anders is. Beter meer van... Ja. En beter meer basics dan andere dingen. Ja. Dat is het. Ja. 15 euro en we moeten het echt heel goed gaan besteden. Geen rare dingen kopen, want het is echt... Kijk nou! Op zoek! Het eten. Okay. Nou, pak even een mandje trouwens. Oh, pak die kleine kar, dat is leuk. Nou, we hebben dus gekozen om het vlees te gaan nemen. Ja, maar dat, als we ook al vlees gaan halen, voor 8 personen. Ja, maar dan hebben zij er toch de groenten en zo, of niet?
Ja, maar of ze gaan ook vlees of meer stroppen, je weet het niet, dat is een beetje lastig. Zullen we eerst even kijken hoe ver we met het vlees komen, wat voor prijs we dan zitten? Het is kant en klaar, 80 cent. Oh, 25% korting. Oh, appetit en kaasblokjes. Ja, voor in de salade, hoe duur? 1,90. Ja, dat is goed, toch? Ja. Ja, dat zijn er wel direct veel hoor. 5 euro. Ja, dan zijn we wel direct door 1/3 erin. Maar hoeveel zijn het er? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Vlees. Ja. Laten we gewoon in totaal 10 euro nemen voor vlees, oké? Okay? Dit zijn er 4. Als we die door de helft doen, heeft iedereen nog een halve hamburger erbij. Ja, doen we dat? Hoe duur is die? 3 euro. 3 euro. Dan heb ik nog 2 euro voor vegetariërs. Dat lukt wel. Zullen we die doen? Dan hebben we de kip inderdaad, want dan vind ik dat wel genoeg. Ja. Want ik denk echt dat het andere team veel meer vlees heeft gehaald. Ik denk het ook. Misschien hebben we een mandje moeten pakken. We hebben voor 3,50 een kipsnitzel. Vegetarisch. En dan hebben we nu nog hoeveel over? Even kijken. We hebben 5 plus 3 is 8, plus 3,50 is 11,50 en we hebben 3,50 overgehoord. Yes. Help! Ja, hier. Hoeveel is dit? Oh, 1 euro. En nu gaan we salades halen. Hier, salade. Tomaten, hier. Dan doen we dit erin. Huppakee. Mel. Ja? Kom, kom er. Kom maar. Jij bent wel mijn tomaat. Tomaat. Mijn maat. Oh. We gaan natuurlijk wel voor goedkope drankjes. 95 cent. Ice tea met citroensmaak voor 60 cent. 74 cent en die is 95 cent. Oké, dit is wel cool voor drinken, toch? Oké, we hebben 5 euro als eerste. 5 plus. Plus 3 euro. 13,80. 13,80. Dus dan kunnen we misschien nog 2 stokbrokjes krijgen. Ja, kunnen we nog 1,20 euro. 85 cent. Top, en dan hebben we precies nog 35 cent over voor het tasje. Perfect. Dressing, put it in. Oké. 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 Remy ja of Remy nee? €15,40. €15,40? Nee, echt? Ja, statiegeld. Ik heb dat er al bij. Oh shit. Kut. Oké, dan moeten we 40 cent inleveren. Dat is toch wel inleveren dan? Ja? Hoe duur is die? Nu is 80 cent. Kunnen we niet iets anders inleveren? Dan kan je ijs tijden, dat is goedkoop, dat is 60 cent. Ja, fok die ijs dan. Ik ga een ijs dan inleveren. Oké. Okay. Oh, 14,54. Zo netjes. Netjes. Goed gedaan. Gaat het over? Ja. Kun je nou iets verhalen? Nee. Nee, denk ik niet. Daarbij. Ja. Ja hoor, volle tassen. Ja. Dit was gelukt. Hopelijk. Volle tassen, volle tassen, volle tassen. En dan is de vraag, is het binnen de 15 euro ook gelukt? Ja. 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 We hadden 20 cent over. Net, net. Eigenlijk waren we er overheen, maar toen hebben we iets weer terug ingeleverd. Ik ga natuurlijk nog niet zeggen wat. Maar we nu 14,80 hebben. Oké, dat is gelukt. En wij hebben 14,54. Nee. €15,04 staat hier. Nee, totaal. Ik zou zeggen, keep het maar even om, want hier ga je vragen wat van eten. Oh my god, dit is zo goed. Hé, jullie hebben groente, dat hadden zij nou niet. Ja, oh my god. Kijk eens, pakketje erop. Precies wat ze zeiden, van jullie doen de groente, wij niet. Zou je hebben dit? Nice. Hey, luister, ik had dit niet verwacht. Dit is echt een gevarieerde goede maaltijd. Beetje fris, beetje sausjes. Eigenlijk vlees. Top. En niet eens hetzelfde vlees? Nee. Want dit is vegetarisch. Nee, dit is voor jullie hamburgertjes. Dan heeft iedereen nog een helft. Maar nu ook niet iedereen een helft. Ik heb 2 veggie burgers. Hey, even applaus. Goed gedaan, fucking nice. Stop en go. Ja, stop en go. Oké, okay, ik ga de jongens van Benno ophalen, Robin en Bart. Dat zijn 2 van de 3 gasten van vanavond, dus ik hoop dat ik dat ga redden zo. Stop en go, stop en go. Ja hoor, ik zie ze staan al. Hey! Sorry. Yo man. Yo. Alles goed? Ja, met jou. Hoi. Hey jongens. Hoi. Dit is Johanne. Hoi. Van Landal. Mogen wij achter in het bakje? Nou ja, je moet, want er is geen plek anders. Leuk dat jullie er zijn, jongens. Ja, helemaal. Oh, top. Balletje. Ga jij rijden of gaat Nana rijden? Ik. Okay. Dat is een goed teken, toch? Oei, wat gaan we doen vandaag, Nana? We gaan het water op, dus ik hoop dat jullie even een warme set kleding mee hebben. Ik heb vooral heel veel spieren, want het wordt een lange tocht. Oei, oh, over het bruggetje. Dit zijn gevaarlijke wagens, Yo. Oh, ze zitten daar allemaal. Ja, echt waar. Hey. High five. We hadden echt net hallo. Echt warm. Hey, alles goed? Ja, zeker. Jullie? Oeh la la. Hij is knap, sexy en model. Oud deelnemer van de Summer Break 2016, Pieter de Gans.
Hey jongens, de challenge van vandaag is geocaching. Oh, heeft iemand een idee wat het is? Ja, ja, ik ken dat. Waarom is vader doet dat? Dat is niet eerlijk. Doe mijn vader. Echt? Ja. Nee. Ja. Oh, ja. 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 Het zit in zijn bloed. Ik zal het even kort uitleggen voor de mensen die het nog niet weten. We gaan inderdaad een schat zoeken. En hoe gaan we dat doen? Jullie krijgen zo meteen van mij de coördinaten en ook daarbij een rebus. En met de coördinaten ga je de plek vinden en met de rebus ga je vervolgens vinden waar die precies ligt. Oké, zijn jullie goed in rebus dan? Ja. Hoe ga je het doen? Je gaat het doen met je telefoon. Dus je hebt je telefoon nodig om en de coördinaten te gebruiken, maar ook om die rebus op te lossen, mag je de telefoon gebruiken. Deze zijn voor jullie. Yes. Top. En deze zijn voor jullie. Het wordt een hele lange, zware tocht. Dus daarom een hele mooie prijs voor degene die die lange tocht als eerste afsluit met het vinden van de schat. En dat is namelijk een wellness arrangement met massage. Helemaal verwend, super chill. Deze challenge bepaalt dus wie van jullie de aflevering van vandaag wint. Het gaat dus om de snelste tijd, dus we beginnen gelijk. Oké, go! Wij gaan lekker roeien en jullie gaan ondertussen op de telefoon deze rebus oplossen, zodat als we op het eiland komen we meteen weten waar we moeten zijn. Ja. Maar we hebben dus coördinaten waar dat eiland ligt. Ja, 53, 3 de dag. Een hele hoop. Dat is de... Oh, ja. Ik denk dat we een 2-persoons kano hebben en 1-persoons. En die 1-persoon, ja, die kan gewoon lekker gaan roeien. Ja. En dan, ik wil in die 2-persoon zitten dat ik ga roeien. En dan jij bijvoorbeeld achterin zit en die dingen. Ja, kan jij dat doen dan? Ja, en dat jij dan roept van, hey, weten jullie dit en dit? En dan denken wij wel mee. Is goed, ga ik wel een ga jij alleen dan? Ja. Jij bent de denker, jij bent de opzoeker en ik ben de peddelaar. Okay. Maar in ieder geval, ik denk dat het wel moet lukken, toch? We gaan gewoon winnen. We gaan sowieso Robin gaan slaan. Winnen. Robin is echt brokkenpiloot. Daarom. Wat is hij? Een brokkenpiloot. Ik ook. Ja, maar jij vaart niet, hè? Wij varen voor je. Ah, top! Ja, we kunnen! Hey, go! Ah! Robin! Pas op! Wat is de naam van de sluis bij Lauwersoog? En ik vind het niet meer leuk en ik wil nu naar huis, want peddelen is super kut. Hey, ho, oh, zingen, ai, ai, uppie, uppie. We zijn van plan veranderd. Robin en ik gaan nu doorpellen tot we bij de plek zijn waar we heen moeten en dan gaan we alle vragen opzoeken. Niet zo zeer de pret, ik kom! Onder de steen, kom maar in. Ja. Oké, we gaan nu pushen. Oké, we zijn al land! Melody! Redden! Het is een nek aan nek race. Dit is een steen. Niet aan het roepen. Een hele grote steen. Niet start roepen. Ik hoor ze achter. Oh, fuck. Onder een Thean. Maar niks steen. Steen, ja, onder een steen. Oké. Okay. Maar verder niks. Geen coördinaten verder. Nee. We hebben geen idee waar we heen rennen. Volgens mij hoorde ik Bart roepen van iets onder een steen kijken of zo. Kunnen ook doen alsof we hem al hebben. Gaan we heel hard gillen hier. En denken zij van, ah shit, ze hebben hem. Stoppen ze met zoeken. Ja, we hebben hem! Ja! Nee! Kut! Hey jongens! Hebben jullie hem al? Ja, we hebben hem al. Dus je kan stoppen met zoeken. Jullie hebben hem nog niet. Nee, we hebben hem nog niet. Kut. Echt niet? Nee. Zijn we er nog niet? Holy shit. Oké. We moeten ergens op dit eiland onder een steen. Of zoiets. Dus doe de GPS-punt. Dan lopen we in ieder geval direct daarheen. Maar het moet aan deze kant liggen. Ik kan echt niet verliezen nu. Kut! Ik ben helemaal kapot. Waar moet er heen? Denk aan de massage.
Deze steen krijg ik niet. Kan je die niet omhoog? En deze? Deze? Hier is nog een steen. Deze. Ja, ja, ja. Ja! Julia! 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 Welkom! Volgens mij hebben die anderen hem. Ik hoorde ze schreeuwen. Hij heeft hem, jongen. Oh shit! Nee, joh! Wat? En dan mogen we met... We mogen een briefje achterlaten, denk ik. Kijk. Wat, hoe gaaf! Jij kan vast heel mooi schrijven. Wat zou ik neerzetten? Summer Break 2017? Juist, yes. Summer Break 2017. Volgens mij hebben zij hem. Hebben ze hem? Ja. En hier is hij niet! Hier is hij niet! Losers! Nee! Ja! 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 Hey! Ik ga naar huis, ik ben er helemaal klaar mee. Zo jongens, ik weet niet wat het zijn. Bami schijf met walnoten. Het is gewoon een hamburger. Nou, het ziet er anders uit. Maar volgens mij hebben jullie dat wel verdiend, toch? Want hoe was het? Wij hebben het niet verdiend, volgens mij. Nee, wij niet, nee. Nee. Kom maar hier. Huppa. Maar hoe ging het? Ja, het was super spannend. Het was ook echt een close call. Ja. Uiteindelijk hebben Bart, Julia en Govert gewonnen. Ja, ja. Want Bradley, wat vond jij er eigenlijk van? Nou, ik vond het super leuk. Ik heb genoten. Je had het zwaar, of niet? Ja, en hoe? Ik had hem echt halverwege dacht ik echt, nou, daar zit ik. Ik ga gewoon eens liggen. Ik ga er gewoon zo dobber op het water en ik ben weg. Bij ons ging het echt heel erg goed, eerst, maar toen raakten we toch weer een beetje achter. Jullie zaten goed, echt ziek gelijk de hele ja, tijd. Ja, maar we waren ook als eerste op het eiland, maar we waren niet zo goed met de Rebus. Dus jullie hebben verloren en het staat dus nu eigenlijk gewoon 2-2. Ja. Oké, nou genieten jullie dan van je massage. Ik ga van, ja wat is dit dan ook nog weer? Je bord omver gooien. Een brasserspakket. Groentes. Oh, lekker zeg. Dit is alles verwacht eigenlijk. Mag ik ook? Lieve mensen, aflevering 4, het zit erop. Ik heb wederom genoten, godse tering hè. Als je ook genoten hebt, dan moet je even op die duim omhoog klikken. Want bij 15.000, bij elke aflevering, gaan we een winterbreak schieten. En ik mag mee, want je wijst naar mij. Spoilers! Dat is nog geheim. Vergeet je niet te abonneren en tot volgende week, jongens. Hoi hoi! Doei! Doei. Dit was aflevering 4. Check de YouTube-kanalen van iedereen in de beschrijving en subscribe. Oké, wij hebben een zakje geloofd, jongens. Tot volgende week. Hoi hoi! Nee, we gaan nooit meer. Nee, we gaan nooit meer naar huis.